allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Yours Today. En zoals je ziet zit ik hier niet alleen, namelijk met Lisa. En jullie kennen er wel van Temptation Island? Yes. En ik ben heel erg benieuwd, kun je goed liegen? Niet. Nee, zeker niet. Ik wel. Tenminste, dat denk ik van mezelf. En we gaan vandaag een challenge opnemen. 2 leugens, 1 waarheid. Dus dat betekent dat Lisa zometeen 3 stellingen gaat vertellen, waarvan er 1 waar is en 2 leugens. En de waarheid moet ik eruit vissen. Ja. Ik heb er wel zin in. Ja? Ja, ik ben benieuwd wat je voor me hebt. En ik heb alles op mijn telefoon staan. Ja, ik ook. Ja? Helemaal ready. Ja. Dan laten we beginnen. Kijken of je kan liegen of niet. Ja, ik wil eigenlijk wel beginnen. Ja? Maar jij ook. Ik ook. Dus we gaan even steenpapier schaar doen. Oké. 1 keer? Ja. Oké. Oké, okay, jij mag beginnen. Ja. Waar wil je eigenlijk mee beginnen? Iets over Temptation ga ik vertellen. Okay, iets sappigs, sappigs. Ik hou ervan hoor. Alle afleveringen gezien. Dus kom maar door. Diehard fan. Op Temptation Island vond ik Alex het knapst. Op Temptation Island vond ik Leefje het knapst. Of op Temptation Island vond ik Karim het knapst. Ik vond zelf, vind Alex wel, vond ik wel knap. Ja. Misschien omdat hij zo lekker zo breed, zo lekker een beetje fout. Lekker mannelijk. Maar goed, het gaat hier niet om mij. ik denk, Levi, die was ook getint, toch? Ja, die klopt. Die niet zoveel praten. Klopt. Dat weet ik wel. Oké, ik denk, je was wel veel met Karim in het begin. Karim. Ja, oké. Okay. Oké, Levi denk ik niet. Die streep ik weg. Oké. Die gaat eruit. Weg. Kst. Dus dan heb ik nog Alex en Karim. Dat mag ik Karim. Ik heb wel veel over Karim gezegd, maar ik... Alex, je kan er niet omheen, toch? Ik ga voor Alex. Ja? Ja. Ja, je hebt het helemaal fout. Nee! Ja, ik vond Levi echt het knapst. Oké, ik zat er gewoon echt helemaal naast. Ja. Echt ook helemaal. Ik heb een relatie gehad met Jim Bakken. Ik heb een relatie gehad met Ruud Veldkamp. Of ik heb een relatie gehad met Jan Kooijman. Weet je wie het zijn? Ja, oh. Gelukkig wel. Oké, ik denk nummer 1 was? Jim Bakken. Ja, die niet? Ja, dat is moeilijk. Ja, Jim Bakken. Maar dan moet het wel voor zijn vrouw zijn geweest. Ja? Is dat je einde? Ja. Ja, je hebt gelijk! Ik dacht eerst zo, want het is best wel een instinker, want hij heeft een vrouw. En ja. Dus ik dacht, moet het wel echt voor... Je hebt ook natuurlijk een boyfriend. En de telefoon is zwaar. Nou ja, Jim Bakken, dat klopt. Maar dat is zo lang geleden, want je weet niet hoe oud ik ben. Ik ben 30. En dat was toen, ik was 17. En wij zijn verliefd geworden toen ik in zijn videoclip speelde. Welke? The Greatest Christmas Gift. Dat ga je nu zien. You gave me the greatest gift. Your presence could ever compete. Ik heb de creditcard van mijn ex gebruikt om een Chanel bag te kopen. Ik heb ooit vuurwerk door mijn ex zijn brievenbus gedaan. Of... Ik heb ooit de PlayStation van een ex uit het raam gegooid. Oh. Psycho bitch. Ja, ik zit toch meteen te denken aan die PlayStation of zo. Dat lijkt mezelf ook zo'n lekker gevoel. Ik vind dat vuurwerk vind ik wel echt... Ik hou niet van vuurwerk, dus ik durf het dan niet aan te doen. Mijn gevoel gaat meteen uit naar de PlayStation uit het raam. Ze heeft gelijk. Ja! Erg blij. Oh, heel blij. Ja, nee, toen kwam ik erachter dat een ex was vreemd gegaan. En toen heb je hem gewoon... Ja, naar buiten gegooid. Oh, en het regende ook en alles was kapot en ik heb nooit meer gezien. Nee, dat snap ik. Die jongen is niet gewoon. Kut. Ja, het was de tweede liefde van zijn leven, dus ik dacht, nou, ik eruit. En ja, dat ding ook eruit. Ja, precies. Nee, je hebt gelijk. Oh, heerlijk. Dat lijkt me zo lekker. Ja. Om gewoon iets naar buiten te gooien. Ik ben 1 keer zo dronken geweest dat ik in een overvolle Jimmy Woo van de trap afviel. Ik ben 1 keer zo dronken geweest dat ik met een jongen stond te zoenen en moest kotsen.
Ik was één keer zo dronken dat ik achter de DJ-boot in de gym in mijn shirt omhoog deed. Nou, alle drie is mij ooit wel een keer gebeurd. Alle drie? Maar niet in de gym, hoor. Ja? Nou, ik denk de trap, dat is sowieso gebeurd. Ja! Ja, sowieso. Iedereen is dat daar gebeurd. Iedereen die daar ooit naar binnen is geweest. Heeft iemand het gezien? En dan eindig op je knieën, dat je... Oh mijn god. En dan zo snel staan. Ja, het was ook zo druk. Maar ik heb nog steeds het idee dat iemand mij een setje gaf. Of ik was zo lam. Dat ik... Of je lichaam gaf het zelf. Ja, ik weet zo van niet. Snel maar volgens dansen. Mij, dat idee dacht ik gewoon te hebben. Dat iemand me gewoon een duwtje gaf zo. Bitch. Ja, ik liep ook op palen, op hoge hakken. Ja, oh, wie mooi wilt zijn moet van de trap vallen. Ja, en ik, oh, ik denk dat het zo pijn deed. Maar dan en daarna, echt normaal. Die. Ja, oké. Jeetje, jij bent echt goed hierin. Of ik ben gewoon inderdaad heel slecht, toch in liegen. Nu we toch in de Jimmy Woo zijn, gaan we daar even lekker op verder. Ik ben een keer in de Jimmy Woo geweest. En ik heb toen gespuugd in mijn eigen drankje. En toen dronk iemand anders het op. Of ik ben mijn moeder dronken tegengekomen in de Jimmy. Toen ik daar met mijn vrienden was. Of ik heb een keer een dure fles van de bar gestolen. En werd betrapt door de bartender. Gaat je moeder uit nog? Ja. Okay. Ja, ze gaat uit, maar that's it. Oké, ik denk, ik twijfel tussen de eerste en de tweede. Ik denk niet de fles drank, maar ja, aangezien ik hier niet zo heel goed in ben. Ik ga voor, je hebt gespuugd in je drankje. Ding, 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 yeah. Ja! Ja, dat klopt. Nee, ik was een keer iets te dronken. Ja. En ik had erin gespuugd. Maar niet heel veel, gewoon echt een beetje zo. Huh. En toen heeft iemand anders... Toen had ik hem neergezet. En dus waarschijnlijk iemand dacht, nou die is nog vol of van een vriendin of zo. En toen had iemand het gedronken. Dat heb je wel later verteld. Nou, ze had het wel tegengehouden, maar ik was te lam om dat te zeggen. Ik heb dit verhaal gehoord achteraf. Oh, wauw. Dus iemand heeft gewoon je kots gedronken. Ja. Wauw. Ik was een keer het eten met een date en die was zo vreselijk. Die heb ik de hele avond met een stuk spinazie tussen zijn tanden laten zitten zonder iets te zeggen. Ik was een keer op date en ben toen stiekem weggesneakt, maar kwam erachter dat zijn autosleutel nog in mijn tas had en heb die op de autoband gelegd. Ik was op date met een jongen en dat was superleuk tot hij vertelde dat hij een vriendin had en zij van onze date afwist. Ik was in shock. Zo lang. Nou, de eerste met die spinazie, ja. Doet me niet zo veel. Vind je niet grappig? Jawel, maar het doet me niet. Ja, ik vond dan die tweede veel grappiger met die autosleutel. En drie is het niet, want dan deed je zo van, heb ik dat gedaan? Ik denk twee. Heb ik dat gedaan? Ik denk twee. Ja, dat is goed. Oh my god. Heb je dit vaker gedaan? Nee. Nee, maar ik kijk gewoon hoe jij dat voorleest. En dan bijvoorbeeld bij die derde deed je zo van, een heftig verhaal. Dat is een heel heftig verhaal zou het zijn. Maar nee, ja? Het klopt, ja, oké. En het erg is dus, ik woonde net in Amsterdam. En deze jongen die vroeg me dus mij uit naar een feestje. En toen zei ik, nou dat is goed, hartstikke gezellig. Toen kwam hij me ophalen met de auto. Dus toen heeft hij de auto nog bij mij voor de deur geparkeerd. En vandaar zijn we met een taxi gedaan. Alsof hij dacht, nou dan ga ik met je mee naar huis. Ja, toch? Even later dacht ik, oké, dat is best wel raar of zo. Ja. En toen heeft hij dus de auto in mijn tas gedaan. Toen was ik op dat feestje en uiteindelijk dacht ik, oké, deze jongen is echt een error. Ik vind het niet leuk, dus ik kwam bekenden tegen. Toen zei dus iemand tegen mij, oké, het was Dio. Dio zei tegen mij, luister met wie ben je? Ik zei met die en die. En zei die, god, hoezo? En toen dacht ik, oh, dit is echt een slechte keuze geweest. Toen dacht ik, maar weet je, ik woon in Amsterdam, pak een taxi en ik ben zo thuis. Toen was ik thuis en toen keek ik dus serieus in mijn tas waar zijn auto in zat. Maar ik had natuurlijk niets gezegd tegen hem, was gewoon weggaan. Toen heb ik hem ge-sms'd of gepinkt of geappt. Gepinkt? Ik weet het niet meer. Van, hé, auto ligt op de voorband. Wel heel slim, maar ook, ja, die jongen wil die gewoon claimen eigenlijk. Ja, zo drinkt gewoon om bij je te zijn dan dit. Wow. Nee. Okay. Ja, heftig hè? Maar ik heb wel gewonnen. Ja. Ik heb een keer een trio gehad met twee jongens. Ik heb een keer getonkt met een meisje. Of ik ben een keer vreemd gegaan met de ex van een vriendin. Ja, dat moet sowieso. Ik heb getonkt met een meisje, want ik heb natuurlijk Temptation Island gekeken met popcorn, alles erbij. Dus ik heb alles gevolgd. Ik heb soms wel de herhaling ook gewoon zitten kijken. Dus dit is gewoon een weggever. Ja. En deze, I got this. Ik heb getonkt met een meisje. Ja, klopt. Ik
Hou je van vrouwen? Nee. Dat ik dacht, misschien is dat beter om Jolien te zoenen dan een jongen. Oké, maar leuk. Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee. Maar wat vinden jullie ervan? Is dat mogelijk met een vrouw zoenen of niet in een relatie? Oh ja, nou ja, ik vind dus van wel. Maar als ik dan inderdaad aan mijn vriend zou vragen, of dat, zou hij het misschien ook niet zo heel leuk vinden. Nee, maar echt dat hij zo vreemd gaat? Nee, hij zou niet de deur dicht smijten en zeggen, hier, pak je koffers maar, zoek het lekker uit. Ja. Dus, maar laat even weten in de comments wat jij ervan vindt. Ja. Toch? Zeker. Dan gaan we door. Ik had het wel goed. Ik heb zo'n blunder gehad op de rode loper. Ik heb één keer een jurk aan gehad waar je op de foto's mijn ondergoed zag. Ik heb op de rode loper een nipplegate gehad. Mijn jurk was laag en schoof zo van mijn tiet. Terwijl ik de rode loper opliep, brak ik mijn 12 centimeter hoge bloeddure Jimmy Choo af en kon ik zo weer de loper af naar huis. De derde is waar. Maar dat mag ook afbrak. Ja, denk het wel. Negatief niet doen. Oh, nou. Oké. Omdat je daar moest lachen, dacht ik dat het waar was. Ik ben helemaal enthousiast. Oké, nou ja, het was de Nipplegate. Echt? Ja, ik heb bij de Musical Awards, dat werd toen gehouden in Rotterdam. En toen had ik een hele lage jurk aan. En toen zei degene met wie ik was, joh, moet je misschien even vaststeken? Toen zei ik, nee joh, dat gebeurt niet. En ik stond tegen hem aan en ik draai en ik zie mensen verschrikt kijken. En ik denk, oh, mijn tiet hangt eruit. En dat was wel zo breed uitgemeten, RTL Boulevard, alles. Ik heb een keer een superduur witte badpak aangehad en ben toen zo erg doorgelekt dat de vlek er ook niet meer afging. Ik ben een keer ongesteld geweest op vakantie en liep de hele dag in bikini rond. Toen kwam ik aan het einde van de dag erachter dat het touwtje van mijn tampon eruit hing. Of ik ben een keer mijn bikini vergeten op een afgelegen strandvakantie en moest toen wat lenen van mijn vriendin. Ik liep de hele dag rond in een bikini die veel te klein voor me was. Oké, die tampon die eruit hangt is ook kut hoor. Het lijkt me ook echt een error. Ja, ik denk die bikini, het is natuurlijk twee dingen die een beetje op elkaar lijken. En ik moet deze goed hebben. En die bikini die valt echt buiten de boot. Die te kleine bikini. Ik ga toch voor dat touwtje wat eruit hing. Oké. Ik ga het nog niet zeggen of ze het goed heeft of niet. Oh, ja, ik ga voor het touwtje uit je. Oké, ik ga het nog niet zeggen, want dan houdt het spannend. Ik heb een keer mijn bovenlip laten waksen en toen trok ze mijn hele vel mee, waardoor ik wekenlang een dikke rode streep op mijn bovenlip had. Ik heb een keer een spraytan genomen, maar stelde de verkeerde kleur in, waardoor ik er net zo uitzag als Snoeky. Ik ging een keer naar de kapper om mijn haar te laten verven, maar toen gebruikte ze de verkeerde kleur, waardoor het groen uitsloeg. Twee denk ik niet, met Snoeky. moeilijk. Ja, met die kleur heb ik geen verstand van of dat kan of niet. Volgens mij wel. En dat eerste. Wat is het eerste ook weer? Dat ik mijn bovenlap. Bovenlap. Mijn bovenlip liet waksen en dat ze mijn veld mee trok. Waardoor ik wekenlang een dikke rode streep op mijn bovenlip. Ik denk dat het de derde is. Nou, ook ik ga het nog niet zeggen of het goed is. Nee. Nee, toch? Hoewel. Ja, je mag. Zullen we het tegelijk zeggen? Ja. 3, 2, 1. Nee! Nu heb ik het goed! Ja. Echt? Dat is toch goed? Ja. Jij hebt het niet goed. Nou. Wat was het ook weer jouw vraag? Mijn stelling was met die badpakken. Oh ja, met je tampon. Dus er hing een tampon uit de hele dag. Oh, dat heb ik niet gezien. En ik dacht al, waarom komen er geen leuke jongens naar me toe? Nou, daarom dus. Oh, en niemand heeft iets gezegd? Nee. Oh, wat erg. Ja. En het was ook een zwarte bikini, dus dan zie je het nog dat extra. Blauwe touwtje zie je dan in niet hangen. Of ik weet niet meer welke kleur het was toen. Rood. Gaat bedankt. Eeuw. Oh. Ja, en ik liet me dus een keer waksen. Hier, ja. Zo. En toen trok ze het eraf dat ik echt zo'n streep. Oh, heel lang. Toen dacht ik, het komt nooit meer goed, maar het is goed gekomen. Ja, ik zie het nog wel een beetje. Ik ben helemaal blij. Ja, ik niet. Ik vind het helemaal leuk. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Je bent ook echt zuur. Dus ja. Zo. Nou ja, ik vond het heel leuk. Jij misschien iets minder. Ja, ik vond het ook leuk, maar ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Ja, en ik heb vandaag gewonnen. 4-3. Wie had dat ooit gedacht? Nou, ik niet in het begin. Ik ging zo slecht. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ja, maar je ging steeds beter. In het begin zag ik dat je loopt. Ja. En daarna ging je er lekker in. Je had het niet moeten zeggen dat je het aan moest. Ja, ik moet soms met mijn mond houden.
Nou, ik hoop dat jij deze video leuk vond. Laat het even weten in de comments, want dat vinden wij leuk om te lezen. Zeker. Vergeet vooral niet je duimpjes omhoog te doen en natuurlijk te abonneren op mijn video. En jij hebt ook je eigen YouTube-kanaal, ja, Lisa Samantha. Ja, klopt. Link staat in de beschrijving. Even leuk om te checken en om te abonneren natuurlijk. Ja. En dan zien wij jou misschien heel snel terug. Ja. Bedankt voor het kijken. Doei!